In Oorschot is grote ophef ontstaan over de plannen van de gemeente om 600 asielzoekers te huisvesten in het voormalig klooster Groot Bijsterveld. Buurtbewoners richten dinsdag een stichting op tegen de komst van het asielzoekerscentrum. Woordvoerder Arno van der Schoot benadrukt dat de weerstand van omwonenden niet gericht is op de komst van de asielzoekers, maar op het aantal van 600. Tijdens de raadsvergadering dinsdagavond wordt er vanuit de omwonenden ingesproken. De VVD heeft een interpellatie gevraagd over de procedure rondom het AZC.